moeten niet het recht in eigen hand nemen. Dat is ook heel onverstandig. Kan zelfs voor die mensen... This shit's made by jail, fam. ...gevaarlijk zijn. Ja, want soms gaan mensen best ver, hè. Foto's op internet plaatsen van vermeden pedoseksueel. We moeten echt het laatste wat wij willen in ons land is dat we het recht in eigen hand nemen. Dat moeten we niet doen. We zijn spinning op het web for a reason. We gonna catch them all hunting season. We hebben jouw buurman in de smiezen. Artikel 5-3, hij gaat freezen. Spinning op het web for a reason. We gonna catch them all hunting season. Ik hou die motherfucker in de smiezen. Artikel 5-3, hij gaat freezen. Ja, het doet me pijn, maar die shit is waar. Vraag het maar aan Sam, ja die shit is raar. In ons kikkerland lopen kids gevaar. Straffen mild, maar gevolgen wegen zwaar. Dus nu sta ik op voor mijn medemens. Geen eigen rechten, maar hier trekken wij de grens. In mijn burgerplicht word ik niet begrensd. Ik wacht niet meer op iemand die de waarheid brengt. Dus nu staan we op en vegen ze van straat. Jij draagt de lasten niet, hoe praat je over smaak? Artikel 248, ik pak je hete daad. Ik luister naar het volk en mijn advocaat. Dit is geen 3x6, maar ik gooi het raak. Want wij hebben weer een pedo aan de haak. Burgers die staan op, vert je bent te laat. En we laten dit ontploffen harder dan nitraat. We zijn spinning op het web for a reason. We gonna catch them all hunting season. We hebben jouw buurman in de smiezen. Artikel 5-3, hij gaat freezen. Spinning op het web for a reason. We gonna catch them all hunting season. Ik hou die motherfucker in de smiezen. Artikel 5-3, hij gaat freezen. Volg ons op Instagram, steun de movement. Pedohunters NL. This shit's made by jail, fam. Pedohunt NL. Check ons op YouTube, Burgerarrest. Ciao.